natuurlijk bouwt Lamborghini ook op basis van de Gallardo LP564 weer een Superleggera versie. De fabrikant zou gek zijn om het niet te doen, want van de vorige generatie werden er maar liefst 618 gebouwd in 12 maanden tijd. Ja, en ze beoogden op een afzet van slechts 350 stuks. Op het Monte Blanco circuit nabij Sevilla laat de superlichtgewicht uitvoering van de Gallardo zich graag de rode lap voorhouden. Op tal van punten is de carrosserie gestript van overtollige frutsels ten einde het wagengewicht omlaag te krijgen. Buitenspiegelbehuizing, achtervleugel en diffuser zijn van het lichte en supersterke koolstofvezel vervaardigd, net als de middentunnel en de deurpanelen. Zijramen en achterruit zijn niet van glas, maar van polycarbonaat. Mede door de lichtere wielen bedraagt de totale gewichtsreductie maar liefst 70 kilogram. Maar dat had meer kunnen zijn. Lamborghini had heel eenvoudig over de 100 kilogram aan gewicht kunnen besparen. Maar ja, dan hadden ze de airco eruit moeten halen en bijvoorbeeld de elektrische raambediening. Maar zie hier, na een potje stierenvechten op een bloedheet circuit in dit compacte zwarte interieur. Nee, is een airco, dat wil je gewoon. En laten we nu eerlijk zijn, voor een prijs van, wat is het, 3,5 ton? Ga je toch ook niet zelf van de raamslingers slingeren? Wat we wel doen? Nou, bijvoorbeeld de direct ingespoten 5.2 V10 motor die onder de transparante motorkap huist eens flink laten brullen. De techneuten hebben namelijk in navolging van de designers ook een duit in het zakje gedaan. En wel in de vorm van een opnieuw geprogrammeerd motormanagement systeem, waardoor er nog 10 paardenkrachten extra worden geleverd. Wat het totaal van de 10 cilinder op een enorme 570 stuks brengt. Vierwielaandrijving zorgt ervoor dat het ook niet misselijke koppel van 540 Nm in de verhouding 30-70 over voor- en achteras wordt verdeeld. Meer vermogen om minder gewicht in gang te zetten dus. Natuurlijk overbodige luxe voor wie dagelijks Utrecht-Amsterdam rijdt. Maar hier zijn we op een circuit en daar voelt deze supersportwagen zich helemaal in zijn element. Niet alleen schiet de lichtste Gallardo rapper uit startblokken, maar hij kent ook veel minder bodyroll en is stijver dan de normale uitvoering. Hij klinkt rauwer dan zijn broer, maar heeft qua rijden minder scherpe randjes. Ronde na ronde voeren we het tempo op. De Superleggera heeft er zin in, gedraagt zich formidabel netjes. Gaat het te hard en glijdt de bolide voorspelbaar over de voorwielen weg of drift je over vierwielen rustig opzij. Af en toe wel even slikken, want door die integrale aandrijving liggen de boksnelheden veel hoger. Vervelend is en blijft de e-gear transmissie, een geautomatiseerde zestraps handbak die schokkerig opschakelt. Inmiddels dik voorbijgestreefd door transmissies met dubbele koppeling. En Lamborghini hoort nog niet bij de merken die dat kunnen leveren. De Italianen werpen tegen dat hun e-gear de rijbeleving versterkt en liefst 25 kilogram lichter is dan zo'n bak met dubbele koppeling. Handmatig met de schakelpedals achter het stuurwiel van versnelling wisselen is de beste optie. Een gewone handbak is standaard. Extreem hard is het onderstel niet. De veerwegen zijn lang genoeg om na een flinke rit niet geheel gebroken uit te stappen. De specifiek door Pirelli ontwikkelde P-Zero banden leiden voelbaar, maar kleven geweldig aan het wegdek. De Superleggera heeft verder heerlijke kuipstoelen van koolstofvezel. Denk niet dat je de leuning kunt verstellen, want die kent maar één positie en die is kaarsrecht. Met de Gallardo Superleggera valt niet te sollen. Het is een krachtpakket van je welste. Maar wel eentje met goedaardige trekjes. Gemeen is hij nooit of te noemen. Slechts een klein deel van de Nederlandse kopers laat zich waarschijnlijk uitdagen op het circuit door deze Superleggera. Het is meer om aan de buitenwacht te tonen wat voor jonge hengst dat ze wel niet zijn. Nou, ik zeg, doe mij er ook maar één. Alleen bij mij ontbreken de nodige euro's om deze auto ook daadwerkelijk aan te schaffen.